maar dan doe je. Hey. Nou, ik wou eigenlijk eerst aan jou een vraag stellen. Nou? Bij welke baan ja. kun jij gewoon zittend in het zonneke, in het eerste echte voorjaarszonneke, bij welke baan heb jij dit? Baan? Ik weet wel dat ze in de nacht altijd zitten, heel het jaar door. Maar niet in het zonneke? Nee. Ik zou het niet weten. We moeten ook niet uitvlakken dat wij... Dat wij flink wel aflopen op een dag. Dat gaat nog al. Dat gaat nog al. We zijn nou in Vught. Ja. Op een plek waar we al eens een keer zijn geweest. Ga ik het zeggen of ga ik het zeggen? Zeg ik het maar. We hebben twee adressen gehad, daar kregen we geen koffie. Ja. En we gaan kiezen voor een adres waar we altijd koffie krijgen. Al komen we daar gewoon elke dag. Is dat zo? Ja, daar ga ik zo meteen naartoe. Ja. Naar Anton en Peter van Jada. Die zitten hier aan de overkant. Maar eerst even een beetje uitblazen, want mijn voeten doen zeer, joh. Is dat zo? Ja. Hey, als jij nou eens een keer over gaat op het stellen van vragen, want ik heb elke week dat ik aan jou vragen stel, ik ben er een klein beetje doorheen. Een vraag stellen? Ja. Word jij vaak aangesproken door mensen? Bij ons niet. Dat je zegt, ben jij niet een dier van de televisie? Ja, dat wel. Dan herkennen ze jou aan uw stem? Ja. Want ze weten niet hoe je eruit ziet. Nee, maar goed ook. Kijken ze me al niet meer dadelijk. Ja. Dat wel. Ja, dat weer, hè? Ja. Weet je wat me tegenvalt van jou? Nou? Nou, we doen samen dit programma, maar ook de Bossenmat. Ja. En de vorige Bossenmat hebben we jouw vrouw aangesproken. Ja. En die had jij er uitgelaten. Ja, dat moest. Die had jij er niet in gemonteerd. Nee, dat mocht niet. Waarom niet? Ja, dat mogen ze niet. Ja, maar jij bent toch de baas? Nee, hè? Ja, thuis is zij de baas, maar van een video ben jij toch de nee, baas? Nee, alleen als je eraf was, gooi, dan ben ik de baas. Oh. Niet in de afwas, anders niet. Ja. En van de wc? Daar kan ik ook aardig overweg. En daar heb ik weer, ja, het klinkt altijd zo vies als we over een wc beginnen, maar weet jij hoe vaak we de grote boodschap doen op jaarbasis? Gemiddeld. Ja, ik val gisteren op de radio gehoord. Gemiddeld. Had ik het ook gehoord? Ja. Ik ook, op de radio. Meer dan 400 keer gehoord. Ja, meer dan 400 keer gemiddeld. Ja. Dan moet het nou gaan, ik moet me gemiddeld 3 keer op een dag. Dus dat zou eigenlijk omgerekend dan dikke 1200 keer zijn? Ja, en dan moet ik me 3 keer gaan verzetten ook nog, meestal. Oh, ja, dat doen we zeg maar niet, want dan krijg je er een beetje beeld bij. Ja. En nou, had ik er nog iets van doen of zo? Van doen? Of wil je hier blijven liggen? Het bevalt mij wel. Ik hoor op de achtergrond dat er hier flink gewerkt wordt. Nou, zijn de verhuizers. Strang zit hier ook op het industrietraantje. Dat zegt me niks. Ja. Ja, we lopen daar die kant op. Dan gaan we eerst kijken met een bakje koffie. Ja. En dan ga ik iets op een nummerlijst staan. Op een wat? Op een emmerlijst. Bucketlist bedoel ik. Voor een emmerlijst? Ja, dat is toch een bucket. Een bucket. De bucketlist. Ja. Wat, iets waar ik nog wil of zo? Ja, denk het. Nee, maar ik heb wel wat plannen voor het aankomend jaar. Ja? Ja. Dan gaan we het ook weer samen doen. Nou, als jij dat wil. Ik wil... Eigenlijk misschien is het wel leuk om mensen ook nog op te roepen. Het is, ik wil Bof. Bof? Bof, B-O-F. Dat ken ik niet. Nee, dat ken ik ook niet kennen, omdat het er nog niet is. Oh. Bof, Bos Ouderenfonds. Oh, daar hoor ik ook bij dan. Ja, maar we hebben natuurlijk elk jaar, doen we een paar dagen voor de kerst, bossen oudjes laten eten en feesten en dansen en allemaal leuke dingen drinken. Opgehaald met de bussen, maar het is eigenlijk te weinig. Dus we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we dat gewoon veel vaker kunnen doen. En daarom zou ik Stichting Bof, het Bos Ouderenfonds, op willen richten. Dat maar daar kan ik mooi. Niet alleen, daar moet ik mensen voor hebben die daar mee gaan doen. Want ik heb al natuurlijk zit hartstikke druk met mijn uren. Dus moeten we eigenlijk voor zorgen dat we daar een oproep voor doen. En het is nog heel, ja, een beetje in de fase van hoe gaan we dat aanpakken. Hè, dus dan denk ik ook meteen van nou... Hoe gaan we dan de inkomsten genereren? Natuurlijk door giften, maar ook door bijvoorbeeld het openen van een kringloopbedrijf, een kringloopwinkel. En dat die winsten daaruit weer in het fonds komen. Zodat we niet ene keer per jaar 100 oudjes kunnen laten eten en feesten en drinken en gezelligheid. Maar bijvoorbeeld 12 keer 100 oudjes. Dat is wel leuk, zeg je. Ja, maar dat is ook nodig. Dat is ook nodig. Dus daar moeten we... Dus daar wil ik me eigenlijk wel op focussen. Maar dan wil ik toch aan de mensen thuis vragen of dat ze daar ook op willen reageren. Om te kijken of ik dat niet alleen kan doen.
Maar dat je dat met elkaar kunt organiseren. Hè? Een soort sponsoring of zo? Nee, maar gewoon mensen die, die vrijwilligers. Hè? Daar heb je, je hebt een bestuur nodig, een penningmeester, secretaris, voorzitter, noem het maar allemaal op. Dus dat moet wel allemaal gedaan worden. Ja, ja. Maar het is nog heel, het is, ik heb wel een beetje zo'n ideeën, maar het is nog geen concreet plan hoe aan te pakken. Maar als je daar nu niet over gaat beginnen, en, dan komt en ook van. Aanbegin, dan komt er niks dan van. Hè? Niks want, van. Want een gezegde is, stilstaan is... Dat is geen vooruitgang. Nee, stilstaan is achteruit gaan. Ja. 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 Maar je hebt deze keer geen broodje gehaktbal vooral. Broodje apen verhaal. Ja, zoiets. Nou, er was een in Amerika een man, ja. Er is ooit een Nederlands liedje van gemaakt. Ken jij dat liedje, Stille Willy? Ja. Stille Willy was dus een zwerver die stond te liften langs de kant. En een vrachtwagenchauffeur die haalt hem uiteindelijk in de auto. Hij rijdt mee en Willy geeft dan een tientje of $10 aan die vrachtwagenchauffeur en gaat daar maar in dat kroegje wat drinken en doe ze maar de groeten van mij, van Stille Willy. En uiteindelijk, de plot van het verhaal is dus dat het stil wordt in de kroeg als hij zegt ik heb hier een drankje, dan mag ik komen drinken van Stille Willy. En dan blijkt gewoon dat Stille Willy 10, 15 jaar daarvoor... een ongeluk heeft weten te voorkomen, waarbij heel veel doden vielen en uiteindelijk zijn eigen leven daarmee heeft gegeven. Ja, dat weet ik. En elk jaar komt Stille Willy dan een bezoekje brengen aan dat café waar veel overlevenden zitten dankzij hem. Ja, ja. En, dus het werd stil toen hij binnenkwam en hij dronk een drankje op Stille Willy en dat is eigenlijk een broodje aapverhaal ook dat liedje. Ja. 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 Zullen we wat gaan doen? Ik denk het wel, hè? Want we zitten hier al lang zat, hè? Ja. Het staat er helemaal eerst op. Ik? Ja. Dan zet ik hem eerst lekker uit, hè? Ja. Dan ziet er dan niet uit. Ja. Dan zou jij mij nou graag zien vallen, hè? Ja. Nou, dat gaat niet gebeuren. Ja, want dan ga je lach mee in ook uit als ik val. Ja, maar dat was toen echt heel komisch. Even kijken, hoor. Oh ja, hier. Wacht. Maar de zon die staat nogal fel. Ja, ik zie het, ja. Leuk. Zo hebben we gemaakt. Het is allemaal veranderd, zie ik. Nou. Hier, kijk. Oh, dat is een mooi ding. Veranda. Deur staat open. Dat wil zeggen, ik ga nou maar gelijk binnen. Ja, ik ga koffie halen, heb ik toch gezegd. Wat is vragen? Nee, ik vraag het niet. Ik ga gewoon de koffie zelf inschenken. Oké. Ja, dat valt er tegen hoor, jongen. Je staat daar te filmen, als ik binnenloop, dan staat u hier. Ja. Oh, ik zie Peter al. Hey Peter. Wie? Peter. Peter de Man. Oh ja. Hey. Hoe is het? Alles ja, goed. Ja, nou, ik ga met de billen bloot, Peter. Ja, niet echt, maar zogenaamd. Wij hebben twee adresjes hier gehad. We hebben Max Koffie gevraagd. Dat is niet gelukt. Nou, ik hoef die niet eens te, ik wou niet zeggen, ik hoef die niet eens te vragen, want nee. Ik weet wat de pot staat. Pilske, gebak. Bewilde. Ja. Ik hoef dat niet om de schoon mond te vragen hier. We hebben een koelkast. Rammetje vol. Helemaal vol. Nou, dan wil ik dadelijk alles heb je. Nou, wil ik dadelijk nog wel even iets vragen natuurlijk over het, want je bent nou een jaar of vijf bezig hier als een jaar. Dan wil ik dadelijk nog wel eventjes weten hoe het allemaal loopt en wat de ontwikkelingen zijn. Ja, tuurlijk. Eerst even. Gaan we doen? Eerst koffie. Ja, we zeggen koffie, maar we vatten pilsje. Ja. Hallo Adrie. En ik niet. Nee. Hallo. Hallo. Hoi, een pilsje. Ik heb lekkere pilsje. Ja, dat geloof ik, dat zie ik. En jij lekker niet. Zie jongen, Oh, lekker. Oh, doe het licht even uit. Ja, dat is goed. Oeps. Niet ervan.
Ja, de veranda is in de loop der tijd toch een beetje veranderd. Hè? Want het ging eerst vooral over overkappingjes. Maar de hoofdzaak is... Tegenwoordig is het veel meer dan alleen een overkappingje. Het zijn tuinkamers, het is een zomertuin, CRS, aanbouwen. Dus eigenlijk alles achter het huis. Wat is dat verschil tussen een tuinkamer en een serre? Een tuinkamer is ongeïsoleerd en een serre is geïsoleerd. Dus eigenlijk is een serre een soort aanbouw aan je huis. Of een uitbouw, moet ik zeggen. Een serre is een uitbouw. Je haalt meestal ook de voorgevel uit het huis. En dan wordt het betrokken bij het huis. En een tuinkamer blijft meestal een aparte kamer aan het huis. En want ik zie dan, waar hier ook in jouw showroom, hè, daar zie je overkappingen staan. Kan een overkappingen op een later moment tuinkamer worden? Bijna iedere overkapping die wij verkopen, daar wordt eigenlijk later toch wel een tuinkamer. Ja. Dus de mensen kunnen het in bepaalde delen. Ik bedoel, als het budget op dat moment even niet toereikend is, dan kunnen ze zeggen, nou, we beginnen even met een overkapping en later komen de puien erin. Want je kunt hem helemaal rondom dichtzetten. Hè? Wij doen normaal gesproken, beginnen we vaak met de overkapping. En dan zien we door de jaren heen, zien we toch de mensen weer terugkomen. En uiteindelijk hebben de meeste mensen een tuinkamer. Peter, als de mensen binnenkomen, komen die dan ook bewust omdat ze weten dat jullie net iets in het hogere segment zitten met jullie merken? Over het algemeen wel, want mensen als ze hier komen weten ze in ieder geval dat ze net het betere krijgen van wat er op de merk te halen is. En welke merken zijn dat? Palazzo, Eilema, echt een beetje het hoogsegment. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen precies in hun gedachten hebben van op die plek wil ik hem hebben. Dat gaan ze uitleggen, dat kan hier aan tafel. Maar uiteindelijk moeten jullie er wel naartoe om het even goed van dichtbij te schouwen. Is dat dan nog steeds vrijblijvend als jullie gaan? Wij willen graag dat de mensen altijd eerst hier bij ons komen kijken, want dan kunnen we gelijk bekijken wat ze precies willen. Door de telefoon kunnen ze zoiets niet doen. Je kunt zoiets niet via internet of via telefoon verkopen of kopen. Daar gaat gewoon. Ja, je moet echt naartoe. Ja, je moet wel. In naar de showroom om uit te leggen wat je nou precies wil. En wat we precies hebben. Dat is ook heel belangrijk. En losse schuifpuitjes. Verkoopt jij die ook of niet los? Ja, we hebben losse schuifpuitjes. Ja, ik moet er eentje hebben voor mijn aquarium. Ja, dat dacht ik al, ja. Dat is handig schoonmaken. Ja. Ja, ik elke keer is het weer... Goed, Peter, vergeet alsjeblieft even wat hij je zei. Ik ben ook helemaal even van mijn stuk nu. Ik ga toch weer even terug naar de buitenlevengevoel. Uiteindelijk staat die overkapping. Is het dan zo dat die overkapping van hetzelfde merk is als dat de pui? Want je hebt een mooie glazen pui, je hebt schuifpuien, puien in verschillende delen. Dus afhankelijk van hoe daar hem aan wil kleden, want ja, natuurlijk, we hebben heel veel producten van Palazzo, maar Palazzo heeft natuurlijk niet alles. Want er zijn veel meer mogelijkheden als dat één merk heeft. Ook bij andere merken hebben ze vaak niet alle producten. En wij maken daar passend, wij zorgen dat de kleur netjes in orde is en dan maken we daar op maat, wij maken alles op maat. Kwaliteit. Kwaliteit, ja. En die ontzorging, want het verschil met een serre, dat jullie ook doen, hè? Bij een serre heb je natuurlijk veel meer werk. Hebben jullie die manschappen om het timmerwerk te doen, de elektriciteit, om eventueel het loodgieterswerk? Voor de meeste onderdelen hebben wij iedereen in huis. Dus eigenlijk als ze hier komen, dan krijgen ze een compleet kant-en-klaar product met vloer en zelfs met de meubeltjes die erin kunnen. Dat kan, dat is geen probleem, maar voornamelijk de wanden, de muren, de vloer en het dak. Hey Peter, ik ben een tijdje geleden geweest en toen was hij in Anton, liep hij hier nog. Ja, dat is onze cultheld. Hè, de cultheld? De cultheld, ja, de cultheld. En die vindt dat nog steeds leuk om te doen. Want jij zit er nu, denk ik, jaren veranderen, een jaar of vijf? Vijf jaar, ja. Ja, inmiddels zit ik er vijf jaar mee in. En Anton, de oude eigenaar, en nog steeds hier veelvuldig aanwezig. Is hij er vandaag ook? Ja, die is er. Dan ga ik hem even lastigvallen. Aan de koffie, hè. Ja. Nou ja, dankjewel. Ik ga nog iets erover. Oh jee. Ik ben ook wel een beetje handig, wist ik hè. Ik heb toevallig zelf de verjaring gebouwd van de week, hè. En jij hebt ook geïsoleerd, hè. Nee, die heb je ook geïsoleerd. Ja, met dubbel gaas. Dubbel gaas? Ja. Oh, hij is toch een zeveraar. Je kunt er helemaal niks mee. Nee, je kunt er helemaal niks mee. Ik zie jou kijken van, wat moet ik hier nou mee? Weet je, ik zal nog de laatste zinnige vraag stellen. Wat is jullie website? Want daar staat natuurlijk heel veel op. www.jalaveranda.com. Nou, die zetten we ook nog even in beeld. Als Adrie daar een beetje voor elkaar krijgt. Ja, en het adres hier is de ketting. Ja, het adres is de ketting 16B. Of is er hier altijd iemand? We zijn hier iedere dag van 14:30 tot 17:00. Maar voor de verder rest, als je buiten de openingstijden wil komen, is geen probleem. We zijn er in principe
altijd als je maar belt. Ja, en die koffie die staat klaar, hè? Want die hebben we net al ja, op. Ja, die koffie die staat altijd klaar. Ik ga naar Anton toe, ga hem even zoeken. Ja, dat is goed. Adrie. Ja? Achter deze deur zit hij. Wie? Anton. Ken ik die nog? Nee, ken ik nog. Als je hem ziet al. Ik zal de deur open doen, de microfoon erheen doen. Ik zal het begin van het liedje gaan zingen. Kijken of hij dan het tweede deel kan zingen. Let op, hè. Als sterren aan de... Ik hoor hem al, maar ik zie hem niet. De eerste twee regels zijn nou ken ik hem. Nou ken ik hem. Hoe is het, Anton? Goed, jongen. Kultheld. Kultheld. Ik heb alles onder controle. Ik zie het. Ja. Ben ik afgevallen? Ja, van de trap. Ja, ik zie het, ja. Hey, ik heb net eventjes met Peter gestaan. Ja. Het gaat goed, hè? Ja, perfect zelfs. Gewoon uitmuntend. Ik hoor in de omgeving ook heel veel goede verhalen over de service, de kwaliteit. En vooral de afspraken die gemaakt worden, worden ook nagekomen zoals ze, zal maar zeggen, tijdens het bakse koffie besproken zijn. Zeker, zeker. Daar tornen wij niks aan. Het enige hebben wij gewoon het hoog in het vaandel bestaan, service en garantie en kwaliteit. En dat komt gewoon ook door Peter. Het moet ook goed geplaatst worden. Ik heb het in het verleden ook wel eens verteld. Ja, het plaatsen, dat is heel groot belang voor het aankopen van een veranda, serre of trapoverkapping. Als sterren aan de hemel staan. Wij zijn klaar. We gaan even kijken natuurlijk weer naar een leuk filmpje. Ga maar lekker zitten, popcorn erbij. En of je het naar binnen doet, maar bij voorkeur altijd even onder een overkapping. Of in een tuinkamer of in een serre van Jara Veranda. Als je mij vraagt wat is nou het mooiste gebouw in Vught, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Ik vind dat Vught ongelooflijk mooie gebouwen heeft. En bij één van zo'n karakteristiek gebouw, daar sta ik nu. Vught kent dit nog steeds als Mariaoord. En ik heb begrepen dat we op de valreep zijn, want over een week is Mariaoord leeg. Op dit moment zit het Koning Willem I College hierin met een opleiding voor de zorg. En die gaan vertrekken. Die gaan naar de Vlijmenseweg in Den Bosch. En daarom hebben we met Wout gebeld. Wout is hier ongeveer 39 jaar geleden gekomen als leerling en kent dit gebouw als geen ander. En ik ga aan Wout vragen of dat we even binnen mogen kijken. En ik neem u, mensen in Vught en Kromvoort, heel graag mee. En dan komen we binnen in de centrale intree aan de voorkant van, zoals het dan tot 1980 ongeveer, Mariaoord heette. En in Vught noemt iedereen het nog steeds Mariaoord. Nou, iemand die hier al heel lang werkt, zelfs al bijna 40 jaar, dat is Wout Musters. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in dit schoolgebouw. Het kan nu nog. Het kan nu nog, want wat gaat ermee gebeuren? Het gebouw is verkocht. Het was eigendom van het Koning Willem I College. En de afdeling zorg die gaat naar de Vlijmensweg in Den Bosch in de kerstvakantie. Dus men is druk aan het pakken. Dus, Bedoel je met de Vlijmensweg een nieuwe tak van het ziekenhuis? Daarnaast heb je het Koning Willem I College en daar is nieuwbouw gemaakt op de campus van het Koning Willem I College, het oude kazerneterrein. En daar hebben we nieuwbouw gekregen, het gebouw Z van zorg. En daar gaan we dus 5 januari starten wij daar en is dit gebouw leeg. En worden het appartementen voor mensen uit Vught of daarbuiten die hier komen wonen. Oké, en ik heb zo een beetje het idee, Wout, want ik mocht Wout zeggen van jou, dat jij zo'n beetje alle gaten en kieren van dit prachtige mooie gebouw kent. Ja, in 1969 was ik hier leerling, ben hier als leerling begonnen en in 76 ben ik docent hier geworden. Dus ik ken zo wel alle gaatjes en plekjes in dit gebouw en heb vele verbouwingen ook weer meegemaakt, want ja... Niet alles is zo gebleven zoals het in 1969 was. Wat doe je nu? Wat is je functie nu op dit moment? Ik ben nu docent bij de afdeling verzorging. Dat wil zeggen dat we verzorgende opleiden en helpende. Maar in dit gebouw zitten ook verpleegkundigen, tandartsassistenten, doktersassistenten en apothekersassistenten in opleiding. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Dan rest mij de vraag, mogen we even binnenkijken? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. Gezellig.
dit is het centrale trap. Docenten en personeel die kunnen gebruik maken van een lift. Maar we hebben dus 4 verdiepingen hier. En studenten die zitten nu in het onderwijs. Maar die maken dus ook gebruik van deze brede stenen trap uit de oude tijd. Dus uit de begintijd. Dit gebouw is getekend destijds begin 1900 door Doni, een Antwerpse architect die ook in een bos woonde, een huis bij de Draak in een bos. Okay. En hij heeft 2 van deze gebouwen gemaakt in Vught. Het oude Regina Shady, en dat leek op dit gebouw. En dat was in slechte staat, veel slechter dan dit gebouw. En daarom is dat afgebroken en is dit bewaard gebleven. Gelukkig. Gelukkig, ja. Ja. Dit is de eerste verdieping, zullen we even... Okay. Dit is de eerste verdieping. Dit is de eerste verdieping. Is ook nog de minst gerenoveerde verdieping. Je ziet echt de oude deuren. Het plafond is wel verlaagd. Maar ik vind het juist heel mooi als ik naar de vloer kijk. Ja. En naar de oude deuren kijk. Dan met alle respect, en ik weet niet of ik u dan boos maak, maar dan denk ik, wat een lelijk systeemplafond. Ja, u maakt me niet boos hoor. Ik voel me niet verantwoordelijk daarvoor. Maar, ja, maar ik vind het zo jammer dat ze dan al die moderne dingetjes aanbrengen in een mooi oud gebouw. Ja, ja. In mijn leerlingentijd was het nog hoger. En dat is een van de redenen dat we verhuisd zijn, gaan verhuizen. Ik bedoel, stoken in dit gebouw en onderhoud is onbetaalbaar. En vandaar dat het grondig aangepakt moet worden en de school kan het niet betalen. Maar echt stijl is het niet. Dus dat is wel zo. Dus, hoeveel leerlingen hebben jullie hier op school? Dat varieert. Relatief hebben we vrij veel oudere leerlingen. En dus we hebben ook veel daggroepen, maar normaal gesproken zijn er toch ruim 250 leerlingen altijd aanwezig in dit gebouw per dag. En de drukste dagen zijn dan dinsdags en donderdags, dan hebben we de meeste groepen. Zullen we even verder lopen? Ja, nou ja, graag, tuurlijk. Zeg Wout, Sinterklaas is echt net weg hoor. Ja. Nee, dat is flauwekul. Dit is het dak. En het is wel een ruimte waar je over kunt lopen, maar verder wordt daar niks gebruikt. En het is donker en koud hier. Nou, we gaan het toch even kijken hoor, Rick. Ga je mee? Ja, kom op dan. Nou, Rick, de cameraman, die is inmiddels al helemaal naar boven geklommen in het uiterste luikje. Hij is aan het verkennen of dat we er kunnen lopen. Maar waarschijnlijk zijn de balken stevig genoeg om ons te kunnen dragen. Dus ik klim ook zo naar boven toe. Nou zeg, wat zie je er allemaal voor moet doen? Ik leg de microfoon even neer, anders kom ik er niet op. Helemaal naar boven geklommen, dan zie ik meteen dat ik in een torentje zit. Het is hier in de ronding gebouwd. Het is erg donker. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe de staat van deze balken eruit ziet. En volgens mij is het wel goed. Inmiddels heb ik nu de camera even vast. Dus Rick die gaat eerst even kijken of er bepaalde wegen begaanbaar zijn hier helemaal in de nok van Maria Oort. Hoe ziet het eruit, Rick? Kunnen we daar naartoe of is het... We kunnen naartoe, hoor ik. Dus de camera die gaat die aanpakken. Maar ik denk toch wel dat er in de loop van de jaren een heel klein beetje boktor in heeft gezeten. Ik zie toch dat het links en rechts wat aangevreten is. Niet erg. Maar het mooie van een boktor is dat hij niet van de ene balk in de andere balk gaat. Hoe typisch het ook klinkt, maar het is echt zo. Nou kom ik boven een van de grote slaapzalen. Waar vroeger natuurlijk heel wat verhalen de ronde hebben gedaan op het moment dat je hier dan intern zat. Mag ik alleen even een manier zoeken om er gemakkelijk af te komen? Zonder straks die microfoon in mijn mond te hebben. Ja.
Ja, wat nu ook opvalt is dat het natuurlijk mooi oud is. Het plafonds, die zijn gemaakt van riet en dat is wat ik bedoel. Dit is dus echt dat riet wat je hier ziet. Waar later aan de onderkant, het plafond, het stukwerk opgemaakt is. Dat zijn de plafonds die in zo'n gebouw horen. En ik vind persoonlijk ja, zo'n systeemplafond, ja, echt voor dit soort gebouwen natuurlijk geen gezicht. Maar ik blijf erbij dat de kap waar we nu onder zitten, dat die erg goed is. Ik zie hier ook een oud krantenknipseltje liggen. Schoonheidstips, schoonheidssalons, heel oud vergeeld. Ah, mooi. Oh, hier ligt er nog één. Hoe dicht deze kap ook is, de duif weet altijd zijn weg te vinden naar binnen toe. En dat zien we aan de duivenstront, die toch wel links en rechts zijn. Ook de eitjes die daar open liggen. Lampje bij voor wat licht. We gaan weer naar beneden. Volgens mij heeft de conciërge de trap gehaald, want we zijn met een stoel naar boven gekomen en zo gaan wij niet meer naar beneden. Nou, het luik is inmiddels weer dicht en naast mij de conciërge van dit prachtige mooie gebouw. Ik heb wat balken boven gezien waar behoorlijke stukken uit waren. En ik denk niet dat dat Boktor gedaan heeft. Zijn er andere verklaringen voor? Ja, er zijn granaatscherven in het dak geslagen. Die zijn dus nog te zien in het dakbeschot. Ja. Dus dat die balken die ik hier heb gezien, waar een heel stuk weg is geslagen, is puur van de granaat geweest? Ja, ja, inslag. Ja. Maar er heeft ook nog een Duitser boven gezeten hier. Die alle emblemen van zijn jas heeft gehaald en die heeft daarboven gebivakkeerd. Maar dat is een eindje verder. En hoe dat zo gewoon zich verstopt of zo? Ja. Ja, die heeft. En hoe kwam hij aan zijn eten dan? Het werd gesmokkeld. Hij had ook wat eten bij zich, maar niet zoveel. Maar omdat hij alle emblemen van zijn jas af heeft gehaald, is hij misschien ook weer kunnen verdwijnen. Ja. En die heeft hij dus boven maar een eentje verder in het dak heeft hij gezeten? Ja, tenminste, waar hij gezeten heeft kan ik laten zien. Oh, dat vind ik wel heel nieuwsgierig. Nou, dan gaan we even kijken. Ja. Nou, hier buiten zit een balkonnetje boven. Maar wat me dan ook meteen opvalt aan dit glas. En normaal gesproken sta je er misschien niet zo heel bij stil. Maar als je dan een beetje zo op en neer beweegt, dan zie je dat dat glas niet egaal is. Dus het is natuurlijk niet machinaal gemaakt. Je ziet dat het vooroorlogsglas is. Het bobbelt en het beweegt een beetje. En dat siert dan deze prachtige mooie oude panden. En aan de buitenkant van die muren, dat is ook iets van voor de oorlog. En zelfs van voor 1930. De voegen die men vroeger maakte, die gingen ze niet mooi met een voegspijker dichtmaken, maar die werden geknipt. En tegenwoordig is dat weer een oud ambacht dat helemaal terug gaat komen. Het komt weer helemaal in. Dat is heel mooi. Maar ik heb zo'n beetje wel het idee, als je straks op de Vlijmersweg zit, dat je dit wel gaat missen. Dat denk ik ook. Ik ben al een beetje anticiperend aan het rouwen. En ik zal daar mijn draai wel vinden, maar ik zal dit natuurlijk heel erg missen. Maar gelukkig is mijn geheugen nog goed, dus ik kan nog lang nagenieten. Of je kunt een appartementje kopen straks hier. Ja, nou, ik woon leuk hier in Vught, dus... Dan blijven we. Ja. Dit is de binnenkant. Hier komen waarschijnlijk de leerlingen aan de achterkant binnen. Ja, het is de achterkant van het gebouw. Ook niet al te mooi. Een jaar of 30 geleden stond daar bij dat hek, bij dat balkon, was nog een trap omhoog. Daarvan dachten ze dat die rot was en dus te gevaarlijk. En die is afgebroken. Daar zijn ze wel een maand mee bezig geweest met van die kankersticks. Omdat die schijnbaar toch niet zo rot was als dat ze dachten. En hierachter, daar komen we ook nog even, is dat vreselijke witte die aanbouw. Daar kunnen we straks nog wel even. Vreselijke witte aanbouw? Ja, als je door de Vlasmeerse straat...
Als je door de Vlasmeersestraat rijdt, dan zie je zo'n wit gebouw. Dat gaat gelukkig gesloopt worden als dit helemaal gerenoveerd wordt. Maar we hebben het gewoon al die jaren ook als onderwijs, omdat we ruimtegebrek hadden, als onderwijslokaal gebruikt. Want wanneer gaan jullie nou precies weg? Wanneer komt dit leeg te staan? In de komende kerstvakantie, dus we zijn druk aan het pakken. Dus we zijn echt op tijd? Net op tijd. En heel veel is al weg. En volgende week dan gaat er verhuisd worden. Maar geven we ook nog onderwijs, dus het zal erg rommelig zijn. En dan hebben we kerstvakantie. En dan worden wij 5 januari verwacht in Den Bosch. Dus jullie zijn echt op de valreep hier. Dus daarom is het ook leuk om dit gebouw nog even in zijn oude functie van onderwijsgebouw te laten zien. Toon die opent hier een luik en ik ga gewoon achter Toon aan. Toon Vissers, de conciërge van dit mooie gebouw. En hij zal het straks ook gaan missen, dat weet ik zeker. Of niet, Toon? Toon heeft een lampje. Hey, Rick, blijf jij maar lekker beneden. We hebben hier dezelfde soort doorgang. Alleen wel gemakkelijk, want er ligt een dikke balk. Dezelfde soort doorgang als zojuist. En achter deze muur heeft die Duitser gezeten. Ja, ik zie een hoop oud papier, een oude troep, zie ik liggen. Hij heeft waarschijnlijk bij de wasserij gezeten, want hij had heel veel lijstjes bij met waar wasgoed ingevuld kon worden. In Duits, ja. Wassende Duitser? Dat denk ik, ja. Dan zal hij flink smerig zijn geworden hierboven. Ja, beslist. Ja, we lopen hier aan de zijgevel eigenlijk. In een gebied dat alleen voor nood gebruikt mag worden. Ja, dit is een brandtrap. Aan twee kanten van het gebouw hebben we twee brandtrappen. Van hout weliswaar. Ik weet niet of dat zo veilig is, maar gelukkig hebben ze... Bij brand. En gelukkig hebben ze nooit hoeven te gebruiken. Hoewel we wel regelmatig rampenoefeningen hebben hier ook. Waar we ontruimingen doen volgens een vast protocol. Is er wel eens iets gebeurd met dit gebouw? Want de Duitsers hebben hier ook in gezeten. Ja, in de oorlog. Toen moesten de nonnen eruit en de Duitsers kwamen erin. En hier in Brabant was 1944 de oorlog afgelopen. En toen hebben de Engelsen het tijdelijk gebruikt. En daarna is het door de broeders van Dongen, de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die ook op Voorburg werkte, hebben het gebouw gebruikt als juvenaat. Dus, en in 1969, toen is het als opleidingsschool voor verpleegkundigen en verzorgenden in de hele regio in gebruik genomen. En als je dan sliep op die grote slaapzaal hierboven op zolder, dan was dit je heiligdom. Hier zaten je persoonlijke bezittingen in. En dit was de ruimte die je dan had. En zo waren er nogal wat hier op die bovenverdieping. Als we hier het hoekje om gaan kijken, dan zien we daar ook rijen lang met van die kasten staan. Hoekkasten. En echt tot het einde van de gang lopen de kasten door. Zeg het nou eventjes over die broeder. Want ik heb begrepen dat hier een redelijk beroemde broeder was. Hè? Die had hier een glasatelier, glas in lood. Ja, dat was hierachter was een glas en lood atelier, broeder Amator. Een van de broeders die hier ook woonde. Maar als hobby glas en lood ramen. En in de aula waar we straks nog even komen, de oude kapel, vinden we nog mooie werken van hem. En ik hoop wel dat die bij het renoveren van het gebouw bewaard blijven. Ik denk dat het wel gebeurt. Of staat dit niet op de monumentenlijst, toch wel? Gemeentelijk monument aan de buitenkant. Dus en in de aula, de oude kapel, daar komen volgens de planning, heb ik begrepen, 7 vrij hoge woningen in worden daar ingebouwd. Is het zo groot daar? Ja, zullen we het zo dadelijk wel even zien. Ja, oké. Nou, we staan hier inmiddels boven op het dak met het prachtige mooie
leisteen. En dit is dat torentje waar ik toen straks in zat, aan de binnenkant. Dan zien we ook die vormen van het torentje en de leistenen tegeltjes helemaal terugkomen. Wout, waarom hangt daar niks in het torentje? Heeft daar vroeger een klok gehangen of een bel? Nee hoor, dit is altijd zo geweest. De klok die zat daar, daar heb je de vroegere kapel, dat is nu aula. En daarbovenin hangt nog een klok. En je kunt ook, daar hebben we hetzelfde onder het gewelf. Daarboven kun je dus ook lopen. Oh, dat is mooi zeg. Een grotere ingang, dat sowieso wat handiger is. En we komen hier op een soort van loopbrug terecht. En aan de gewelven te zien, hieronder, de koepel, die ken ik ook nog uit de Sint-Peterskerk. Toon, ik heb een vraag. Ik zei net al voor de camera dat we nu boven de kapel zitten. Dan zou ik bijna denken dat hier ook ergens een torentje moet zijn. Hier moet een torentje zijn. Deze baan die hier naar boven loopt, daar liep vroeger het touw doorheen voor de klok te luiden. Oké. Oh ja. En in die gaten, daar zaten dan flessen in, lege flessen natuurlijk, om het touw te geleiden. Goh, ja? Ja? Oh, daar rolde die op? Daar rolde die op, ja. Anders schuurde het misschien te hard op het hout. En... Ja, dus hij rolde eigenlijk al op die flessen. Zie ik er nog heen zitten, hè? Ja. Een simpele uitvinding, hè? Ja, dat is heel simpel. We gaan er even een lampje bij halen, want het is hier echt heel erg donker. Ik zie hier een mechaniek. Waarschijnlijk is dit van de klok? Dit is van de klok. De wijzerplaat die ligt hier nog naast, maar dit was het mechanisme van... Het slingerwerk. Het slingerwerk, ja. Want de slinger die hangt daar nog onderaan, zie je? Jeetje, zeg. Hierboven loopt... Een stang. Wat gebeurde daar? Daar ging de boel mee gelijk? Daar ging hij mee naar de klok toe om de slag te maken. Dus als het 1 uur was, 2 uur of 12 uur. Hoe lang is het geleden dat deze dus nog in werking was? Nou, ik ben hier nog maar 10 jaar, dus het was voor mijn tijd. Ik denk dat er al een beetje aan geknutseld is. Ja, ik denk dat Wout daar wel iets van weet. Wout, heb jij het nog meegemaakt dat hij werkte? Niet het uurwerk. Toen ik in 69 hier kwam, toen werkte het uurwerk niet. De bel, de klok, die deed het nog wel. En als onze studenten eindexamen hier deden en diplomeerden, dan hadden ze de neiging om naar het touw te gaan en flink de klok te luiden op hun verworven diploma. Dan. Maar dat werd niet toegestaan, maar het was natuurlijk een truc om dat altijd wel te proberen. Uiteraard. Hier staan de oude wijzerplaten. En Wout, zou je nog eens 1 keer willen herhalen wat je net zei toen de camera uitstond? Nou, misschien kan die gebruikt worden voor het Fuchse gemeentehuis. Want ze zitten wel los, maar de cijfers die kloppen wel hier. Het gemeentehuis kloppen ze niet? Volgens mij is het hersteld. Maar er was een foutje gemaakt. We staan nu in de aula. We zijn net daar helemaal bovenin geweest. Dat kunnen we zo meteen wel even laten zien. Ik heb het idee dat het dingetje waar we nu op staan, dat bijgebouwd is. En daar heeft waarschijnlijk het koor gestaan. Ja, dat klopt. Dat is het oude koor. Het is maar heel klein. Maar omdat we toch met een heel groot aantal leerlingen hier de pauzes door moeten brengen, is dit vergroot. En hebben we dus zeg maar, hier beneden hebben we ruimte en hier hebben we ruimte. En we zijn inderdaad, zoals je zegt, dat wat ooit kerk was, toen het juvenaat was, is dus nu, daar hebben we aula van gemaakt. En wij geven hier ook een aantal feesten voor onze studenten, schoolfeesten, kerstvieringen en zo. Doen we ook in deze mooie ruimte met zijn mooie glas- en loodramen. Wat ik al aangegeven heb van broeder Amator. Die dus ook, die ramen werden dus hier in dit gebouw boven op zolder gemaakt. En je kunt zien, door het vandalisme zitten er wat gaten in, helaas. Daar zit... wit glas nu op. Het is jammer. Het wordt wel gerestaureerd, maar het is natuurlijk een kostbare zaak. We hebben natuurlijk een ongelofelijke goede restaurateur in Vught, hè? Ja. Ja? Mario's Glas in Lood. Ja, ja. En alleen het restaureren van deze prachtige ramen is natuurlijk een kostbare zaak.
En het Koning Willem I die zal het niet meer doen voor de verkoop. Nee, nu niet, maar het is al verkocht, toch? Ja, ja, het is al verkocht. Dus. Ik zeg, maar weet je wel aan wie het verkocht is, of is het niet bekend? Jawel, een projectontwikkelaar in samenwerking met Woonwijze. Die heeft daar ook een deel van. Want er komen koopappartementen en ook huurappartementen, ook sociale woningbouw komt erin. Dus in die zin ben ik blij dat het gebouw nog een leuke bestemming krijgt. En blijkbaar in deze aula, je ziet het bestaat uit 7 delen en hier zouden 7 woningen in komen. Dus dit blijft gewoon bestaan. Nou, het blijkt dus ook dat die Duitser hier heeft rondgezworven. Dus ik ben een beetje op zoek naar allerlei materialen die ik nog eventueel zou kunnen vinden. Ook weer een kleine doorgang. Helemaal aan de andere kant van de kapel. Een klein trapje. Ja, Toon, ik heb lopen zoeken. Maar ik heb natuurlijk niks gevonden. Maar jullie wel, hè? Jullie hebben de boel hier echt afgestruind op zoek naar bewijsmateriaal, hè? Ja, ik heb echt wat gevonden. Dus een embleem dat van zijn jas afgehaald is. En dat kun je eventueel een shot van nemen, maar dat is het in ieder geval. Ja, mag ik eens kijken? En heb je ook enig idee wat ermee gaat gebeuren? Ja, dit gaat naar het hoofdgebouw en daar is een tentoonstelling ingericht waar dit dus bij tentoongesteld wordt. Want op een gegeven moment had je ook waslijsten gevonden en die zijn op de een of andere manier mysterieus verdwenen. Ja, die zijn helaas verdwenen. Ik had ze heel graag gegeven aan Kamp Vught om voor de historie, maar ze zijn weg en ik heb ze niet meer. Het is eigenlijk wel raar, hè, dat hij het eraf heeft gehaald terwijl hij toch gewoon een Duitse uniform aan had. Ik bedoel, Dat was toch duidelijk? Hij is bewust bezig geweest om zijn emblemen eraf te halen, zodat hij dus, zodra hij buiten kwam, dus eigenlijk om dan zich vrij te bewegen. Want met dit embleem erop, dan viel hij meteen op. Maar een Duits uniform is toch een Duits uniform? Het model, de vorm, de kleur? Ja, dat wel. Maar dan, als er niks op staat, dan is hij niet direct herkenbaar voor het gewone volk. Ja, misschien zou hij ook wel kunnen zeggen dat hij gedeserteerd was of zo van de Duitsers. Ja, wie weet. Ja, ja. Is er verder iets bekend van die man? Nee, helemaal niks. Nee. Hij is opgegaan in het Vughtse. Misschien woont hij hier nog wel. Ja, wie weet. Het is al heel veel jaren geleden, maar het zou kunnen. Ja. Ik vond het een indrukwekkende rondleiding, Wout. Ja, ik vond het ook leuk om dat te doen. En het is toch een gebouw waar mijn hart ligt. Dus het is meer een jas, hè, voor jou. Ja, ja, een warme jas. Een hele warme jas. En ik zal het erg missen. Nou, gelukkig hebben we deze beelden opgenomen en kun je daar nog jaren van genieten. Ik zal er dankbaar voor zijn.
Dankjewel voor het kijken. Dit was een reportage vanuit, en ik noem het gewoon Mariaoord, want zo kent u het. Dit was VTV1, de zender van Vught en Kromvoort. Graag tot de volgende keer.